Breda Nu. Je weet het meteen. Ik hoef denk ik niet te zeggen dat we hier bij de grote kerk van Breda staan. En die grote kerk maakt sinds kort deel uit van het grootste museum van Nederland. Samen met 11 andere kerken en 2 synagoges. Wat dat precies inhoudt, daar weet Willem van der Vis, directeur van de grote kerk, alles van. En ik ga naar binnen en dan kan hij dat mooi vertellen. Nou, hey. Dag Willem. Hallo. Hallo. Alles hallo. Ja, uitstekend, uitstekend. Het grootste museum van Nederland, wat houdt dat in? We zijn sowieso heel trots dat we erbij horen, maar het grootste museum is een verzameling van 11 kerken en 2 synagoges. Het komt voort uit een boek, met de mooiste 100 interieurs en daar hebben ze de 13 van uitgekozen, kerken en synagoges, die samen het grootste museum van Nederland vormen. Hè? Want het is een initiatief van Museum Katharijnenconvent. En die gaat 3 jaar lang reclame voor ons maken. Die gaan met grote campagnes, gaan ze die 13 kerken en hun interieurs echt op de kaart zetten. Nou, ja. Dit is het apparaat. Mm-hmm. Daar zitten de 10 meest bekeken en de meest interessante monumenten in en bezienswaardigheden. En als je die opdoet en je gaat lopen, er zitten overal beacons. Als je daar in de buurt komt, dan gaat die op dat punt jouw verhaal, of het verhaal over dat punt vertellen. We zijn nu in de Prinsenkapel. Er werd wel 12 jaar aan gewerkt. Je ziet Engelbrecht II liggen samen met zijn vrouw. Ze liggen in een natuurlijke houding op een rieten mat. Bekijk het grafmonument vooral even van dichtbij, maar raak het niet aan. De beelden zijn van een bijzonder materiaal. Alpast. Dat is bijna transparant wit marmer. Het maakt de figuren levensecht. Breda Nu. Je weet het meteen.